Endoscoop niet goed gereinigd. Kleedkamer SV Urk te vies. En Lowlands staat stil bij drama Pukkelpop. Vervoersbedrijf Arriva gaat pas in september 2012 nieuwe bussen inzetten in Lelystad. Tot dan rijden er oude bussen. Arriva kreeg eind april te horen dat het na de zomer de nieuwe stadsvervoerder van Lelystad wordt. Nu zijn het nog de bussen van Connection die hier rijden. Dat zal straks Arriva zijn die in eerste instantie oude bussen uit Dordrecht gaat inzetten. Daar zit bijvoorbeeld geen airconditioning in. De bussen zijn wel in goede staat. Het hele interieur wordt ook vernieuwd in de meeste gevallen. De bussen hebben wel topkoeling. En de nieuwe bussen die volgend jaar instromen zijn van alle nieuwste snufjes voorzien en hebben wel airconditioning. Arriva krijgt in Lelystad een aantal nieuwe haltes. Soms worden die net iets verder dan de huidige Connection haltes geplaatst. Dat is nodig omdat Arriva een nieuwe dienstregeling gaat invoeren. Reizigers die gaan onder andere merken dat wij een aantal routewijzigingen hebben aangebracht. Zo rijden de bussen dichter naar de woonwijken toe. Gaat er ook een bus naar de nieuwe woonwijk Warande toe. En zullen de routes worden aangepast. Wat betekent dat er niet in een rondje wordt gereden, maar echt heen en terug. Connection blijft nog tot 3 september het stadsvervoer verzorgen. Vanaf 4 september rijdt Arriva in Lelystad. Met het weer van de afgelopen weken zou je bijna denken dat het al herfst is. Hier en daar schieten zelfs paddenstoelen uit de grond. In de tuin van Petra van der Velde uit Dronten groeit nu wel een heel bijzonder exemplaar. Er groeit van alles en nog wat in de tuin van Petra, maar nu trof ze toch iets vreemds en onbekends aan. Ik dacht eigenlijk dat mijn hond iets kapot had gebeten en ik wilde dat weghalen, want ja, een beetje opruimen dan. En toen zag ik opeens dat het toch iets anders was dan iets van plastic. En dan ga je beter kijken en toen dacht ik van ja, dat moet een hele bijzondere paddenstoel zijn. En dus werd paddenstoeldeskundige Gerrit van Duren erbij geroepen. Hij was blij verrast met het telefoontje. Nog leuker dan rood met witte stippen. Ja, toen ik hoorde dat hij er vreemd uitzag en hoe hij er zo ongeveer uitzag, had ik het idee van dit is raak. Het vermoeden van Gerrit werd bevestigd. Het gaat om de traliestinkzwam. Die komt eigenlijk vooral voor rond de Middellandse Zee. Maar door het veranderende klimaat nu dus ook hier. Heel mooi. Het komt uit een duivels ei. En uit dat ei groeit hij omhoog. Net als gewone stinkzwammen. Die had ik nog niet met eigen ogen gezien. En dit is ook de primeur voor Flevoland. De traliestinkzwam groeit goed in de buurt van bamboe. Dus mocht u dat in de tuin hebben staan, ga even snel kijken. Het Flevo ziekenhuis in Almere heeft per direct alle onderzoeken met de longendoscoop stilgelegd. Na controle is gebleken dat het apparaat niet goed is gereinigd. Daarom worden 70 patiënten opgeroepen zich uit voorzorg te laten testen. Een longendoscoop is een zwarte flexibele buis. Hiermee kun je kijken in de luchtpijp. Na elk gebruik wordt de endoscoop handmatig schoongemaakt en machinaal gereinigd en gedesinfecteerd. Daarbij is iets niet goed gegaan. Toen 's morgens een assistente de kast opende om het endoscoop eruit te halen, ontdekten we op het matje wat eronder ligt een paar bloedspettertjes. Het ziekenhuis is daarop direct een onderzoek gestart. Ook is het incident bij de inspectie voor de gezondheidszorg gemeld. En alle patiënten die met dit instrument zijn onderzocht, zijn opgeroepen zich te laten testen. Het is een groep van 70 longkankerpatiënten, een hele kwetsbare groep, waarvan we het ook heel vervelend vinden dat hun overkomt. Maar we vinden dat we alle veiligheidsmaatregelen moeten nemen en ze allemaal terug moeten roepen. De patiënten worden aan het eind van de week getest. Het kan natuurlijk zo zijn dat je in aanraking bent geweest met een infectieziekte of bijvoorbeeld met een patiënt met tuberculose. Dat zullen we ook testen. We denken ook dat de kans heel klein is, want er zitten niet dergelijke patiënten tussen, maar we vinden toch dat we moeten testen. Begin volgende week krijgen patiënten te horen of zij al dan niet een infectie hebben opgelopen. Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk heeft Lelystad dan toch een officiële koffieshop. Dinsdagmiddag om 4 uur mochten de eerste klanten naar binnen om hun drugs te kopen. 3, 2, 1. Deze mensen staan te trappelen om naar binnen te mogen. Ja, dat is wat beter. Het is nu al sinds 2002 aan de gang. In ieder geval heb ik gehoord. Ja, nu wil ik echt de eerste zijn en ik ben de eerste. Ik was er om 5:30 al, dus ja, dan ben ik wel de eerste. House is vanochtend? Ja, vanochtend, ja. Er wordt al sinds 1998 over een koffieshop in Lelystad gepraat door de gemeenteraad.
In 2002 was het dan zover. De raad besloot dat er een moest komen. Het bleef nog wel onduidelijk waar precies. En dat bleek veel lastiger dan gedacht. Uiteindelijk werd deze plek aan de middenweg uitgekozen. Dat er nu een koffieshop is in Lelystad maakt het volgens de eigenaar minder interessant om naar straatdealers te gaan. Nou, met een koffieshop wordt bewerkstelligd dat er een scheiding der markten op gaat treden. En dat dus de verkoop van harddrugs en softdrugs gescheiden gaat worden. En dat is dan voor consumenten, voor mensen die hier wat kopen, is dat dan veiliger? En waarom dan? Nou, dan worden ze niet meer langer met harddrugs geconfronteerd op illegale verkooppunten. Dat vinden de klanten zelf ook. Dat is natuurlijk wel een ding hier in Lelystad. Ja, zolang je geen shop hebt, moet je het toch ergens vandaan halen. Dus dat zal wel minder gaan worden. En ik verwacht ook dat de politie daar eigenlijk wel strenger tegen nu gaat optreden, nu er ook een shop is waar mensen heen kunnen. Ik weet zeker dat ik niet meer eigenlijk de straatdealer inderdaad zal bellen. Ik ga er voortaan wel hier naartoe. Dus veel meer, voor meer voordelen eigenlijk. Dus je vindt niet zo lang te wachten en het is dan gewoon allemaal hup en dan ben je klaar. Koffie en Dromen heeft een vergunning voor 2 jaar gekregen van de gemeente Lelystad. Over 1,5 jaar moet de gemeenteraad beslissen of die vergunning verlengd dan wel ingetrokken wordt. De KNVB heeft SV Urk geadviseerd niet langer gebruik te maken van de kleedkamers voor de jeugd. 1 kleedkamer is zelfs helemaal afgekeurd. Volgens de voetbalvereniging zijn de kleedkamers te vies en te oud. Dit is de kleedkamer van SV Urk die door de KNVB is afgekeurd. Het is hier niet alleen vies en oud, maar ook nog eens gevaarlijk door de combinatie van vocht en elektra. Andere kleedkamers mogen nog wel gebruikt worden van een KNVB, maar het is niet wenselijk. De schimmel zit op de muur, het water loopt zo langs de muur naar beneden. En voor de hygiëne en voor de gezondheid van de kinderen is het belangrijk om niet meer gebruik te maken van deze kleedkamers. De gemeente heeft 6 ton beschikbaar gesteld om alle 16 kleedkamers te bouwen en te verbouwen. De voetbalclub zegt dat 6 ton te weinig is om goede en duurzame kleedkamers neer te zetten en heeft een tegenvoorstel. We hebben een voorstel gedaan om er 2 te laten vallen, dus 14 kleedkamers en dan binnen 5 jaar de 6 bijbouwen. Nou, dan heeft de politiek ook even een stukje adem om binnen 5 jaar geld te reserveren voor de rest. En als de politiek nou zegt het is buigen of barsten, je doet het maar voor die 6 ton en anders maar helemaal niet. Dan overwegen wij denk ik als bestuur toch een ledenstop in te voeren. En dat zou natuurlijk voor de jeugd van Urk een catastrofe zijn, denk ik. Volgens een woordvoerder van de gemeente Urk blijft er 6 ton beschikbaar. En daar moeten de voetballers het er maar mee doen. Waarschijnlijk wordt het probleem van SV Urk nog wel in september in de gemeenteraad besproken. De laatste voorbereidingen voor Lowlands zijn in volle gang. Dit weekende komen 55.000 mensen voor het muziekfestival naar Biddinghuizen. Om alles op tijd af te krijgen, wordt er druk gewerkt. De muziek begint al vroeg dit jaar op Lowlands. En die wordt gemaakt door 450 man die de hele dag door buffelen. Want zo'n groot evenement organiseren is niet zomaar iets. Af en toe word ik ook wel zenuwachtig hoor. Als ik op dit tijdstip voor het festival rondkijk en ik zie wat er allemaal nog moet gebeuren, dan word ik wel eens zenuwachtig. Maar ik weet dat het goed komt ook. En dan kan de festivalganger straks weer volop genieten van de echte muziek. Grote namen zijn Skunk & Nancy, de Arctic Monkeys en The Offspring. Maar er is ook aandacht voor andere thema's. Film, politiek, ballet en duurzaamheid. Lowlands kijkt naar allerlei manieren om beter om te gaan met het milieu. Onderdeel van dat plan is ook dat de urine apart ingezameld wordt en dat die naar een fabriek gaat die het weer opwerkt tot kunstmest. En dat wordt allemaal dit jaar in een soort experimentele fase wordt dat bekeken en bestudeerd. En dan hopen we volgend jaar een paar hele grote klappen te maken op het gebied van duurzaamheid. De vraag is nog wel of de urine van de gemiddelde festivalganger wel zuiver genoeg is om te recyclen. Minister Donner van Binnenlandse Zaken staat de gemeente Almere niet toe om bouwplannen van nieuwbouwhuizen minder streng te controleren. Dat antwoordt hij op vragen van de SP in de Tweede Kamer. Almere kondigde vorige maand aan om niet alle technische eisen in huizen van zelfbouwers te checken. Daaronder vallen bijvoorbeeld vluchtroutes en of er een toilet aanwezig is. Donner zegt dat gemeenten verplicht zijn om huizen volledig te controleren. Wel wil de bewindsman onderzoeken hoe het aantal regeltjes kan worden verminderd. Maar Almere mag van Donner niet voor de muziek uitlopen. Wethouder Adrie Duivenstein denkt daar anders over. Als we echt letterlijk het bouwbesluit serieus zouden nemen, dan zou er in Nederland helemaal niets meer gebouwd worden. Het beleid zoals we dat hebben vastgesteld, dat voeren we uit en dat gaan we uitvoeren. En let wel, als het gaat om veiligheid en constructie zijn we streng.
Maar als het gaat om de indeling van de woning, dus gebruiksvoorschriften, dan zeggen we, ja, dat laten we aan mensen zelf over. Almere blijft dus haar eigen koers varen. Ook al is minister Donner daar dus niet mee eens. Dit najaar komt de minister met een voorstel voor minder bouwregeltjes. De provincie stroomt vol met festivalgangers. 55.000 mensen komen dit weekende naar muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen. Dat begon gisteren, maar donderdag ging de camping al open. En voor een goed plekje moet je er vroeg bij zijn. Bij het treinstation in Lelystad stond aan het begin van de middag al een rij van honderden mensen. Vanwege de grote drukte zijn de pendelbussen een uur eerder gaan rijden dan gepland. En als je dan net aankomt en zo'n rij aantreft... Ik ben ook een beetje onmoedig, maar de sfeer is natuurlijk niet meteen voorbij. Maar je denkt wel van shit, had het toch wat eerder moeten komen. En als je 2 uur in de rij moet staan, kun je je maar beter een beetje vermaken. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. Of een drankje nemen, want dat is naast de muziek toch wel een belangrijk ingrediënt voor een geslaagd Lowlands. En waar kijken jullie het meest naar uit voor komend weekend? The Offspring. Bier. Nee, The Offspring. Oh ja, een bier. Ja, maar vooral The Offspring. En Skunk en Nancy. En tegelijk een beetje bier. Wie met de auto ging, moest nog even wachten met de alcoholische versnaperingen. Rond Biddinghuizen ontstonden al snel lange files. En wat doe je als je wel in Biddinghuizen woont, maar nog te jong bent om naar Lowlands te mogen van je ouders? Er komen wel hele rare auto's voorbij en mensen die uit het dakraam hangen en zo. Dus ik vermaak me wel hier. Met een beetje geluk mogen ze volgend jaar zelf in de rij staan. Flevolandse boeren maken momenteel overuren om hun oogst binnen te kunnen halen. Het graan moet zo snel mogelijk het land af, omdat de kwaliteit er met de dag minder op wordt. Met een kundig oog keurt boer Peter Dibbits uit Ens zijn graan. En hoewel het eigenlijk nog iets te nat is, laat hij toch zijn dorsmachine aanrukken om het nu van het land te halen. Wij verliezen nu al wat aren omdat ze breken. Het spul wordt erg bros. Als het weer gaat regenen, misschien met onweer wat ze misschien vrijdag afgeven, hebben wij toch een soort angstscenario van het moet er nu maar af. Nu weet je wat je hebt, nu moet je wel wat extra droogkosten betalen. Maar het is een soort risicopremie om het nu alvast te oogsten en niet te wachten tot zaterdag. Het graan langer laten staan is dus geen optie. Maar Dibbits heeft nog een reden om nu aan de slag te gaan. De dorsmachine of de combine. Deze combine die is van de schoonvader van mijn zoon. En die moet na ons blokje moet die nog een 90 à 100 hectare dorsen. En er komt misschien toch weer slecht weer aan. Dat hebben we gezegd, nou, dan moet het nu maar. Maar als ik zelf een combine had gehad, alleen, dan had ik gezegd, nou, ik wacht wel tot morgen. Want het is morgen ook nog weer mooi weer. Voordat de regen komt, is het dus nog even hard doorwerken voor onze boterham. Muziekfestival Lowlands is vrijdag van start gegaan. 55.000 mensen gaan dit weekende genieten van muziek, kunst en cultuur in Biddinghuizen. Maar de vreugde wordt bedrukt door het drama van donderdagavond in het Belgische Hasselt. Daar kwamen tijdens het festival Pukkelpop 5 mensen om het leven door noodweer. De organisatie van Lowlands is geschokt door het nieuws. Het is de angst van iedere festivalorganisatie. Een ramp voltrekt zich wanneer het weer plotseling omslaat en een complete chaos veroorzaakt. Red! 5 doden en tientallen gewonden. Bij de festivaldirecteur van Lowlands, Erik van Eerdenburg, kwamen de gebeurtenissen hard aan. Het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En zo extreem dat is een nachtmerrie inderdaad voor een festivaldirecteur. Alle rampenscenario's gaat dit te boven. Want draaiboeken voor noodscenario's liggen er wel, ook bij Lowlands. Maar dat geeft nooit een garantie. Je oefent wel ook met veel minder ernstige dingen. Met het calamiteitenteam, zoals we dat noemen. Dat denk ik dat we dat redelijk goed doen. Maar als er zoiets extreems gebeurt, ja, dan weet je het niet. Dan kun je je echt mentaal vooral niet op voorbereiden. Je weet niet wat er gebeurt. Met een korte toespraak voor het eerste optreden werd stilgestaan bij het drama in België. Maar daarna barstte toch het feest los. Want zowel de organisatie als de festivalgangers willen er een mooie editie van Lowlands van maken. Rond 1 uur vanmiddag gingen de hekken open. Langzaamaan verspreiden tienduizenden festivalgangers zich over het terrein. Natuurlijk om van de muziek te genieten, maar het gaat om meer dan dat. Ja, Lowlands gevoel. Alles kan, alles mag, niks hoeft. Vrijheid. Beetje uit de maatschappij treden. Sfeer, gekke mensen. Mensen kijken,
Dat is het mooiste. Ook de kunst en theater tussendoor vind ik ook echt super. En dat het niet alleen zo'n mainstream muziek is. Het gewoon van alles, dat maakt het gewoon zo bijzonder. Wat muziekkeuze betreft is inderdaad aan alle smaken gedacht dit jaar. Maar niet iedereen heeft zin om meteen mee te deinen. Het is gewoon voorbereiden op een hele dag lang festival vieren. Het is een kwestie van energie verdelen. Ja, ja, en even nu lekker uitrusten, want gisteravond zijn we ook al doorgegaan. Nu een beetje hangen en straks een beetje feesten. Mocht het weer zo blijven als vandaag, dan is die combinatie prima te maken. En ook in Almere wordt het druk bij het muziekfestival Zand. Daar worden 35.000 bezoekers verwacht, alhoewel niet alle kaarten zijn verkocht. De dag voor de vierde editie van het festival wordt er nog druk gebouwd. Een keur aan Nederlandse artiesten, waaronder Alain Clark, Guus Meeuwis en Bluff, zal op het Almeerse strand optreden. Er wordt gebouwd, getimmerd, gezaagd, gesleept en getest. Er ligt 12 kilometer stroomleiding, er is 3 kilometer hekwerk, er ligt 1 kilometer waterleiding. Er is voldoende stroom voor 200 huishoudens en de geluidsinstallatie blaast met maar liefst 90.000 watt. We zijn maandag begonnen met de opbouw. Zijn we begonnen met de rijplaten neerleggen, de hekken plaatsen. En gedurende de dagen beetje alles opgebouwd en nu de laatste dingen eigenlijk. Dus we lopen goed op schema. Het is de vierde editie van Zand. Nu is het er nog leeg, maar zaterdag treedt hier een keur aan Nederlandse artiesten op. Kane, Bluff, Alain Clark, Van Velsen en natuurlijk als afsluiter Guus Meeuwis, die deze stranddag met een spetterend concert nog zal afsluiten. Dat is voor de gasten, voor de bezoekers, een perfecte line-up. Toch is Zand niet uitverkocht. De organisatie denkt dat dat door het slechte weer van de afgelopen maand komt. Veel mensen hebben natuurlijk zitten wachten van wat gaan de weersvoorspellingen doen. Eigenlijk sinds maandag, sinds het weerbericht heeft aangegeven dat het een goed weekend gaat worden, zijn de kaarten heel hard gegaan. De kaarten zijn nog op de site tot morgenochtend 10 uur online verkrijgbaar. En als we dan nog plek hebben, dan zijn ze ook nog aan de deur te verkrijgen. De ploeg van Omroep Flevoland is er in ieder geval helemaal klaar voor.